Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag gevulde aardappels maken. Ik heb nodig grote aardappels, tonijn, maïskorrels, olijven, augurken, zilvereitjes, tomaat in hele kleine stukjes, fijn geraspte wortel, rode ui in hele dunne reepjes, bosuitje, paprika in hele kleine stukjes, geraspte kaas, een beetje boter en een beetje zout voor straks voor de aardappels. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, we gaan beginnen. Ik heb hier een bakvorm. Ik ga mijn aardappels eerst in het bakpapier doen. Ik heb mijn aardappels heel goed gewassen voor ik ze in de oven stop. Ik wikkel ze eerst in het bakpapier, daarna in de aluminiumfolie. Zo, dit ga ik in de oven stoppen op 250 graden. En hoeveel tijd die nodig heeft om te garen, laat ik jullie in de beschrijving weten. Nou, mijn aardappels zijn gaar. Ik ga ze nu uithalen. Kijk. Even eentje proberen open te maken. Heel zacht, dus ze zijn helemaal gaar. Ik heb een zin heet. Ik laat ze eerst een beetje afkoelen, daarna ga ik ze vullen. Ik ga ze nu proberen te vullen, ze zijn zin heet. Ik ga ze opsnijden. Ik ga ze niet helemaal doorsnijden, maar even zo. Zo ongeveer. Ik heb hier twee vorkjes en deze ga ik de aardappels mee glad maken. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ze zijn hartstikke gaar. Ze hebben ongeveer anderhalf uur in de oven gezeten. 250 graden. Zo. Ik heb hier mijn boter en een theelepel. Ik ga hier een beetje boter bij doen. Deze ga ik hier doorheen doen. Ja, ik heb hier een kaas. Ik ga hier ook een beetje doorheen doen. Nu het nog warm is, dan kan die ook gelijk smelten. Nog een beetje bij. Dan heb je een mooie smeuïge aardappel. Zo, en nu ga ik het vullen. Doe een beetje paprika. Doe een klein beetje zout op, was ik even vergeten. Op de aardappel. Zo. Was ik even vergeten, die moet eigenlijk voor paprika.
zalm, tomaten. Mooi, ik heb hier van alles. Ik doe een beetje tonijn. Maïskorrels, gurken, een beetje geraspte wortel, een beetje olijven, een beetje tomaten. Met je zilver uitjes. Een beetje rode ui. En een beetje bos uitje. Zo, en hierop doe ik er nog een beetje tonijn. Ik heb hier een beetje mayonaise, die ga ik hier overheen doen. En een beetje ketchup. Maar je kan alle saus gebruiken wat je lekker vindt. Dus het hoeft niet mayonaise en ketchup te zijn, maar mag ook andere saus zijn. Zo, een beetje schoonmaken. Ik ga nu alles vullen en dan laat ik jullie zo het resultaat zien. Dit zijn mijn gevulde aardappels. Ik heb het met deze vulling gevuld, maar je kan het met alles vullen wat je lekker vindt. Bismillah. Nou, wij gaan eten. Dank jullie wel voor het volgen en we weten het de volgende keer inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.